Welkom bij Wout of the World. En we zijn nog altijd midden in de Caribbean, aangekomen op het volgende eiland. En dat eiland heet Antigua. Antigua staat erom bekend dat het 365 stranden heeft. Dat betekent dat als je elke dag naar een ander strand gaat, dat je een jaar nodig hebt om het eiland te verkennen. Nou, zo lang hebben we niet, maar we hebben wel een hele vette auto, dus we gaan zoveel mogelijk zien. Yeah. Maar laten we eerst even terugspoelen. We zagen al talloze eilanden voorbij komen in onze grote reis door het Caribisch gebied. Vanaf het onbekende St. Kitts en Nevis pakken we nu dus het vliegtuig naar Antigua. Vanaf het vliegveld pikken we een autootje op bij Drive-O-Matic. En niet zomaar één. Deze kleine gifgroene 4x4 gaat ons overal naartoe brengen. We verblijven hier op Antigua, net buiten de stad St. John's, op een heuvel genaamd Scotts Hill. En vanaf daar heb je een prachtig uitzicht over de vallei en de rest van het eiland. We hebben een woonkamer hier bij Date Palm Apartments. En we hebben ook een keuken. Het is hier echt huge, check it. Woehoe! Het enige geluid wat we horen zijn de dieren, deze geitjes en een heleboel witte reigers. Dus we gaan een kleine roadtrip maken deze week langs het eiland Antigua. En we beginnen bij de westkust. Dit hier is Fry's Bay. Slechts 10 minuten rijden van ons appartement in St. John's. I went from side to side to tell my trouble come alive. Zoals je ziet is Antigua een van de allermooiste eilanden van het Caribische gebied. Het vormt een land samen met Barbuda, al wonen daar bijna geen mensen. We hoppen lekker door naar het volgende strand en dat strand heet Darkwood Beach. Dit strand heeft een prachtige ligging hier aan de westkust omdat het tussen de zee en een lagune ligt. Maar dat kan ik je het beste laten zien van bovenaf. Away into the wild, I know my hemel up inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom of my sin, is that a mark, freedom of mine, is one away. Zo, wat een uitzicht jongens hier. Vanaf Scotts Hill, ons appartementje, gaan we weer even een autotripje maken en dit keer gaan we naar het zuiden en het oosten van het eiland. Omdat Antigua maar heel klein is, ongeveer zo'n 20 kilometer van oost naar west, ben je overal zo met de auto. Maar voor zo'n klein landje hebben ze wel een heel mooi stukje werelderfgoed en daar gaan we heen. De beste manier om de koloniale geschiedenis op te snuiven van Antigua is te gaan naar de English Harbour. Dit is namelijk de allereerste nederzetting van de Britse kolonie hier op Antigua in de West-Indies. Onder aanvoering van de kapitein Horatio Nelson kwamen de Britten hier aan land. En een grappig feitje is dat de Horatio Nelson Dockyard nog steeds in gebruik is sinds 1745. Dus van een piratenstadje uiteindelijk veranderd in een hele luxe jachthaven. Afgezien van de historische waarde is de English Harbour ook een van 's werelds mooiste natuurlijke havens. En dit is nog niet eens het beste uitzicht. Let maar op.
Op een van de omliggende heuvels, genaamd Shirley Heights, heb je een fantastisch uitzicht. Je kunt erheen rijden in een minuutje of 5. En vanaf daar heb je echt het mooiste uitzicht van heel Antigua. Check dit. Wow! Even serieus, kijk dit strand. We zijn bij de Half Moon Bay, een spectaculair strand in de vorm van een halve maan, op slechts 20 minuten rijden van ons appartement. En daarmee is het het meest afgelegen strand waar we heen zouden kunnen gaan, helemaal aan het oosten van Antigua. En er is bijna niemand. Nou ja, op deze kolibries na dan. Jongens, als ik één ding mag zeggen over Antigua, wat een relaxed eiland. We zijn hier pas 5 dagen en elke keer ga je met 17 plannen de deur uit 's ochtends. Kom je op het strand, drink je een biertje, hoor je reggae muziek en denk je, nou, ik vind het echt wel best zo. Lekker barbecue aan het strand, lekker viben, die reggae muziek. Zelfs Jens, die gaat gewoon lekker los. Jens! Verspreid over Antigua zijn er nog een heleboel suikerrietplantages te vinden. Die stammen nog uit de tijd dat dit een Britse kolonie was onder de vlag van de West Indies. De meeste van die plantages hadden een molen om de suikerriet fijn te malen. En die molens zijn veelal verwoest, dus dan zie je alleen nog maar een paar stenen. Maar er is er één, en zeker als Nederlander moet ik er natuurlijk even naartoe. Eén molen is intact. Betty's Hope. We zijn bijna aangekomen aan het einde van ons avontuur hier op Antigua. Maar er is een plek die we nog niet bezocht hebben en dat is de hoofdstad, St. John's. We gaan niet echt het centrum van de stad bezoeken, maar we gaan meteen naar het allermooiste plekje. En dat is het fort van St. James. En die vind je op een prachtige plek met een uitzicht, met kanonnen, oude ruïnes. Echt iets wat je gezien moet hebben. We sluiten de dag af bij Jolly Beach. Altijd leuk in Antigua, aan het einde van de dag, zon onder zien gaan op het strandje. Genieten jongens, genieten. Dat was hem dan, Antigua. Ik hoop dat je hebt genoten en even een duimpje omhoog geeft. Abonneer ook even op mijn kanaal om niets te missen van bijvoorbeeld het volgende eiland, Guadeloupe. En nog veel meer. Ciao!